Welkom bij de Gedachtenstreep. Ik heb Bart Leeuwenburg te gast. Welkom Bart. We gaan het hebben over je nieuwe boek. Dat heet De Betoverde Wereld van Balthazar Bekker. Het is dus een boek over dat boek van Balthazar Bekker. Dat boek dat heet De Betoverde Wereld. We hebben je al eens te gast gehad. Hè. Welkom dus een tweede keer. Toen hadden we het over de vrijdenker Adriaan Coerbach. Ook een man uit de 17e eeuw. Daar had je toen een volledig boek aangeweid. Eerder heb je al een boek gepubliceerd over de reacties op Darwin's evolutietheorie in Nederland, 19e eeuwse reacties. Je bent nog altijd, neem ik aan, universitair docent. Ja, ik heb een functioneringsgesprek gehad en ik mag blijven weer. Je mag blijven, gelukkig. Aan de Erasmus School Filosofie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar ik mag weer een jaar blijven. Toch nog voor een poosje kun je de studenten daar lastigvallen en bestoken. Zeker. Met... Ja. Met onder andere... Godslastelijkheden. Ja, die van Balthazar Bekker. Mooi. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. Mooi uitgegeven vind ik bij Boom, met erg mooie illustraties. Waaruit het boek bestaat, dat moet ik even zeggen, want dat is apart in zekere zin. Bestaat uit een lange inleiding die jij hebt geschreven. Die inleiding gaat over het leven en werk van Balthazar Bekker. Je plaatst hem in zijn tijd, in zijn context. Maar het grootste deel van het boek bestaat eigenlijk uit selecties die jij maakte uit dat boek De Betoverde Wereld van Bekker. En jij hebt die selecties omgezet naar hedendaags Nederlands. Dat is eigenlijk het werk dat je dus gedaan hebt voor dit boek. Er valt daar van alles over te vertellen. We moeten ergens beginnen. Misschien kunnen we eerst even de man zelf, Bekker, situeren in zijn tijd en in zijn context. Ik zeg zelf even, hij is geboren in 1634 in Metslawier in Friesland. Dat is een heel klein dorpje. Ik ben daar zelf wel eens geweest, omdat ik dat standbeeldje eens wou zien. Ik weet niet of jij het ooit gezien hebt. Nee, ik ben er ver van gebleven. Nee, maar ik heb het toevallig nooit bekeken. Nee, hij wordt daar wel geëerd. Ja, hij is een lokale held. Ja, voilà. Dus ik ben daar eens naar op zoek gegaan, naar dat standbeeldje. Ja. En dus 1634 en overleden in 1698 in Amsterdam. Maar verder, hoe zou je sumier de man... In het algemeen, we moeten ons gesprek ergens beginnen. En ik denk dat voor de meeste mensen Balthazar Bekker een nobele onbekende is. Wat zou je er in essentie over meegeven nu? Ja, je kan hem in één woord samenvatten. Het was een predikant. Maar niet zomaar een predikant. Misschien is dat voor mensen in België zelfs een dat problematische term. Ja, ja. En... Ja, een predikant... Het is niet zomaar een priester, het is niet zomaar te vergelijken. Nee, juist niet. Hè? Dus een predikant, hè, dat is een term voor... Ja, het is wellicht een wat manke vergelijking, maar een protestantse priester. Ja. Maar dan in een meer egalitaire zin. Dus, nou, Bekker was lid van de publieke gereformeerde kerk. En is nagenoeg zijn gehele leven predikant geweest in Franeker. In Loenen, maar vooral in de laatste jaren, een groot deel van zijn leven is die predikant geweest in Amsterdam. Ja. Waar hij ook dat boek, De Betoverde Wereld, geschreven heeft. Nou, vanuit dat predikantschap zitten er allerlei kanten aan Bekker. Dus wat is dan zo'n predikant? Dat is dus iemand die wekelijks preekt in de publieke gereformeerde kerk. Die op de kansel staat en eigenlijk... Het volk vertelt hoe je de Bijbel moet lezen. Want vooral de Bijbel is in het protestantse geloof een heel belangrijk boek. Ik weet dat dat bij katholieken misschien iets anders ligt. Hoewel, dat mag je niet zo zeggen. Maar in die zin een belangrijk boek dat iedereen geacht wordt om het te lezen. Er wordt in katholieke missen worden er stukken voor gelezen. Ja. Ja. En daar horen dan ook wel beschouwingen bij en interpretaties. Ja. Maar er is inderdaad niet die aanmoediging om zelf het boek te gaan lezen. Ja. En de dominee is eigenlijk iemand die mensen door die Bijbel heen leidt. Ja, een dominee is hetzelfde als een predikant. Een predikant, een dominee. Predikant was een meer gebruikelijke term in de 17e eeuw. Ja. Hoewel ook de term dominee toen al opkwam. Maar een uitstapje eerst naar zijn werken, dus wat hij schreef. Kijk, naast predikant was hij ook een gepromoveerd theoloog. Hij heeft ook geprobeerd om een aanstelling aan een universiteit te krijgen. Dat is hem niet gelukt, kort samengevat,
omdat hij dus een aanhanger was van het Cartesianisme. Daar komen we wellicht zo nog over te spreken. Op, ja. Dus dat was één aspect van zijn predikantschap waarin hij eigenlijk afweek van de gemiddelde predikant in de publieke gereformeerde kerk in de Republiek. Een tweede punt was dat hij, naast dat hij geleerd was, ook een afwijkende interpretatie aan de Bijbel gaf. Afwijkend zowel van twee belangrijke stromingen binnen de publieke gereformeerde kerk. Enerzijds een groep die de Bijbel heel letterlijk interpreteerde, dus alles wat er letterlijk stond ook zo opvatten. En een groep die ja, het wel figuurlijk interpreteerde. Dus die ene groep, de eerste groep die het letterlijk interpreteerde, dat noemen we dan de Voetianen in die tijd. En die het wat figuurlijker interpreteerde. Genoemd naar een man die Voet heette. Een belangrijk hoogleraar in Utrecht, een vooraanstaand theoloog in de Republiek. Een hele orthodoxe gereformeerde man. En dan heb je dus de Coxeanen, dat zijn de twee belangrijkste stromingen. En dat is Johannes Coxeus, een andere invloedrijk theoloog geweest. Een rekkelijk iemand heet dat dan in Nederland. Die heeft een soort een verbondstheologie en interpretatie aan de Bijbel gegeven. Nou, en wat Becker doet, die verknoopt eigenlijk zijn bewondering voor de theorie van Descartes en zijn, laten we zeggen, sympathie voor wiskunstig redeneren, dus logisch redeneren, dat verknoopt hij met zijn Bijbelinterpretatie, waardoor hij tot hele andere conclusies komt dan de meeste theologen, collega-theologen van hem. Ja. En dat begint eigenlijk al aan het begin van zijn carrière, begint dat al te wringen. Hè? Bijvoorbeeld in 1666 schrijft hij een werkje over Descartes en dan legt hij eigenlijk al zijn kaarten op tafel. Dat wil zeggen dat hij Cartesiaan is. Dat was overigens in de Republiek rond die tijd niet meer zo vreemd. Hè. Op universiteiten werd het Cartesianisme ook al gedoseerd. Ook Becker zelf, hoewel in Groningen dat nog niet officieel gedoseerd werd aan de universiteit, maar Becker zelf kreeg wel ook college thuis bij een hoogleraar die sympathiseerde met het Cartesianisme. Dus het is niet zo dat Becker de enige was op dat moment die positief stond tegenover de theorie van Descartes. Maar dat hij daarmee die Bijbel als gereformeerd predikant, als lid van de publieke gereformeerde kerk, een andere interpretatie ging geven. Kijk, dat was erg afwijkend. En als iemand van buiten, dus iemand die geen predikant was, bijvoorbeeld wat te zeggen had over die Bijbel, vonden ze dat binnen de publieke gereformeerde kerk ook niet zo leuk. Maar als iemand van binnenuit een hele eigen interpretatie ging geven, en het belangrijkste punt van Becker was dat hij eigenlijk met zoveel woorden zei, de duivel heeft eigenlijk helemaal geen macht. De duivel is wel een engel geweest die door God uit de hemel is verstoten, maar is direct door God geketend in de hel en kan dus geen invloed uitoefenen op aarde, heeft geen macht over mensen, stuurt geen tovenaars of heksen aan. Die mensen bestaan ook helemaal niet, dat is allemaal kolder. Dus alles wat met die duivel verbonden werd, dat werd door Becker eigenlijk overboord gegooid. Ja. En waarom werd hem dat nou niet in dank afgenomen door zijn collega's? Nou, voornamelijk omdat veel van zijn collega-predikanten elke zondag de gemeente toesprak. Hè, die spraken de gemeente toe en die zeiden, u moet oppassen dat u niet valt voor de verleiding van het kwaad, want de Satan is overal. En nou, die waarschuwde heel de tijd tegen de verleidingen van de duivel. Hè, dat je daar niet je aan bloot moest stellen. Dat je het rechte pad moest volgen, het smalle pad in het jargon. En dan gaat ineens iemand beweren dat die duivel helemaal geen macht heeft en geketend is in de hel. En dus hij gaat feitelijk lijnrecht in tegenover, laten we zeggen, het verhaal, het narratief van zijn collega's. En deed hij dat wekelijks in zijn preken ook? Weten we dat? Of was dat enkel op papier? Nee, hij ontwikkelde zich natuurlijk. Hè? Dus dit is niet vanaf het begin zo ontstaan. Maar dat heb ik ook in mijn inleiding zo beschreven. Eerst sympathiseert hij met dat Cartesianisme. Hij gaat dus de Bijbel op een wat logischer manier interpreteren dan zijn collega's. Daar komt nog bij dat hij ook, ja, je zou kunnen zeggen, ja, dat klinkt ook een beetje raar, een beetje tegenstrijdig, maar hij is ook een beetje een humanist. Dus hij gaat terug naar de bronnen, ad fontes.
Dus hij heeft ook als student theologie zich vooral verdiept in de oude talen. Het Oud-Syrisch, Hebreeuws, Aramees. Had hij ook een geweldige hoogleraar voor, Jacobus Alting. Dus hij kon echt wel, zijn exegese van de Bijbel was echt wel ergens op gestoeld. En hij wist zich goed in dat debat te mengen, hoewel hij weliswaar geen hoogleraar was, maar wel gepromoveerd natuurlijk. En kijk, hij heeft dus eigenlijk daarmee, of nee, ik ben even de lijn kwijt. Het punt is dus, hoe ontwikkelde hij zich? Nou, hij gaat zich storen aan allerlei bijgelovigheid die nog steeds ook in zijn eigen publieke gereformeerde kerk aanwezig is. Hè? Dus het begint met de duivel, maar zoals ik al zei, daar zit van alles aan vast. Het geloof dat bijvoorbeeld kometen een boodschap zijn van God, een waarschuwing van God. Daar kom ik nog toe, daar heeft hij een heel boek over geschreven. Ja, ja. Hè? En dat is eigenlijk een voorspel voor de betoverde wereld. Het grote boek dan. Want hij rolt als het ware van het een in het ander. Dus hij begint met Descartes, zou je kunnen zeggen. Sympathie voor Descartes en de wiskunde. Op zoek naar zekerheid. En de reden, hè, dat is ook zo'n term. Een hele centrale term. Je moet je door de reden laten leiden. Waarom, zegt Becker dan? De reden is door God gegeven. Wij zijn redelijke schepsels van God. En daarom kan ook de Bijbel nooit in strijd zijn met de reden. En daarom wil ik ook de Bijbel op een redelijke wijze interpreteren. Ja. Om te zoeken naar een overeenstemming tussen de reden en de schrift. Ja, even heel concreet daarover. Dus ik kan mij voorstellen dat collega's, predikanten van hem, bepaalde verhalen uit de Bijbel interpreteerden zodanig dat de stelling de Bijbel is overal en altijd werkzaam net bevestigd werd of toch geïllustreerd werd. Terwijl Becker moest dan natuurlijk een andere interpretatie aan diezelfde Bijbelverhalen geven. Ja, en dat is best wel een intrigerende kwestie, want hij heeft zich in de loop van zijn leven over die verhouding tussen, laten we zeggen, de reden, de ratio en Bijbelinterpretatie en de schrift, het woord van God, heeft hij zich altijd een beetje dubbelzinnig over uitgelaten. Ja, in het Nieuwe Testament duikt de duivel toch geregeld wel eens op, bijvoorbeeld. Ja, hoewel hij dan zegt dat de duivel, dat is eigenlijk niet een term voor een geestesverschijning, maar dat is een kwade boodschapper. Oké, okay, dus dat is zijn de draai, de redelijke interpretatie die hij eraan geeft. Maar wat ik bedoel met dubbelzinnig, kijk, als je kijkt naar de verhouding tussen, meer in algemene zin, tussen de reden aan de ene kant en de Bijbel als het woord van God aan de andere kant, hoe je daar tegenover kan staan. Nou, je kan zeggen, dat zijn twee volledig gescheiden werelden. Dus je hebt de wereld van het geloof en je hebt de wereld van de reden, de ratio, de wetenschap. Die hoeven helemaal niets met elkaar te maken hebben. Dat maar is een mogelijke oplossing. Niet zijn visie. Dat was niet zijn visie. Nee. Je kan zeggen, de schrift staat altijd boven de reden, want de schrift is het woord van God. En of het nou onredelijk is of niet, het woord van God is heilig. Dat is de Fuchsius-interpretatie. En dan kan je natuurlijk zeggen, de reden staat boven de schrift. Dan ben je bij Spinoza. Kurbach, Spinoza en Meijer, Lodewijk Meijer. Maar ook niet Becker dus. Ook niet Becker. En Becker zegt, ik wil de reden verzoenen met de schrift. En dat lukt hem, naar mijn overtuiging althans niet. Maar goed, het gaat niet over mij. Maar dat is wel wat hij probeert. En daarbij loopt hij natuurlijk tegen allerlei moeilijkheden op. En je ziet ook wel dat hij soms naar oplossingen zoekt waarvan wij ook nu zeggen, hoe kom je erop? Bijvoorbeeld, in het Cartesianisme, weet je, je hebt bij Descartes het beroemde, beruchte dualisme tussen lichaam en geest. Nou, dat is dat dualisme. De vraag was direct, naar Descartes, Malebranche, andere filosofen die zeiden, ja, leuk gedaan, maar hoe zit dat dan? Die interactie. Lichaam en geest, materie en geest, hoe komen die met elkaar in contact? Nou, Descartes die had een soort noodoplossing verzonnen. Hij zei, de pijnappelklier en daar gaat dat contact, allemaal ingewikkeld. Je kan dat occasionalisme van de Malebranche bijhalen, maar dat gaan we allemaal niet doen. Want het punt hier is, kijk, nou komt de Bijbel. In de Bijbel staat dat iemand overlijdt, een levend wezen overlijdt, als de ziel het lichaam verlaat.
Bij een mens heb je dan geen probleem. Die ziel die... Dat strookt met dat dualisme. Vlucht uit die pijnappelklier, klaar. Ja. Mens gaat dood, het eeuwige leven in de hemel, dat kan nog allemaal met Descartes. Maar hoe zit dat dan met de dieren? Want volgens Descartes is een dier, zoals je weet, is een automaat. Een dier heeft geen ziel volgens Descartes, want een dier heeft geen geestelijk leven. Nou, waar zit dan, zeggen dus de mensen, van de orthodoxe theologen van de publieke gereformeerde kerk, kijk, dat is godslasterlijk, want als een dier overlijdt, hoe moet dat dan? Waar zit de ziel dan? Hoe werkt dat dan? Want dieren hebben toch ook een ziel volgens een aristotelische klassieke interpretatie, orthodoxe interpretatie. Een animale ziel. Nou, zegt Dekker, weet je wat? De ziel zit van dieren zit in het bloed. En dat kon ook aardig, laten we zeggen, worden geaccommodeerd met wat er in de Bijbel stond. Dus verschillende Bijbelpassages die alludeerden daar een beetje op. Nou, was een mooie oplossing. Ja, het is allemaal krankzinnig natuurlijk voor, laten we zeggen, zeker voor ons. Maar, nou, en zo waren meer, bijvoorbeeld een andere kwestie, ook iets waar mensen zich nu niet meer druk over maken, hoewel misschien nog in orthodoxe kringen in gereformeerd Nederland, maar of God met Adam, toen Adam nog in het paradijs leefde voor de zondeval, of God met Adam aan Adam beloofd had dat hij het eeuwige leven zou krijgen als hij zou overlijden. Nou, daarvan zei Becker, ik zie daar niets van in de Bijbel terug, en daarmee zwom die ook tegen de stroom in. Nou, daar liepen ze ook allemaal over te hoop. Ja. Dus we moeten ons ook wel voorstellen dat het vaak over kwesties ging waar wij totaal die nu niet meer wat esoterisch klinken voor ons, maar heeft Becker het tijdens zijn leven aan de stok gehad met de Voetianen of andere mensen die het niet eens waren met zijn interpretatie? Ja, het begon eigenlijk al toen hij... Kijk, er werd een weeshuis gesticht en hij besloot om een catechisatieboekje te schrijven voor die lieve kinderen van dat weeshuis. Nou, dat eerste catechisatieboek, dat was trouwens iets heel normaals, dat deden wel meer predikanten. En dat eerste catechisatieboekje heette Kindermelk, hè, voor de jongste kinderen. Toen kreeg hij de smaak te pakken en toen schreef hij nog een tweede boekje voor wat oudere kinderen. Ook geen probleem. Gesneden brood, maar heette dat. Maar het derde, ja. De vaste spijzen. Ik herinner het me uit je inleiding. Ja. Ja, dat was voor volwassenen bedoeld en dat bestond ook nog eens uit 600 pagina's. En daarin gaat hij dus allerlei Cartesiaanse ongerechtigheden verwerken die in het verkeerde keelgat schoten van zijn collega predikanten. Nou, dan ontstaat een hoop heisa. Hij wordt voor de synode gedaagd. Zijn boek wordt zelfs verboden om dat te lezen. Het mag niet gepubliceerd worden. Hij gaat daar tegenin, probeert correcties door te voeren, waardoor het toch acceptabel wordt voor de gereformeerde kerk. Het wordt een enorme, laten we zeggen, polemiek. Daar begint de ellende eigenlijk al. En later, natuurlijk, in 1691, als hij de Betoverde Wereld publiceert, ja, dan breekt de hel los. Ja. He, dan ontstaat die bekende pamflettenstrijd. Ja, maar blijkbaar was hij toch niet zo confronterend of chockerend dat hij is opgepakt. Als ik nu denk aan Adriaan Koerbach, waar we het in ons vorige gesprek over hadden. Blijkbaar ging die dan toch nog wat verder, want die werd gewoon opgepakt en opgesloten en heeft dat niet overleefd. Maar dat risico liep Becker nooit, blijkbaar. Nee, want het ging altijd nog wel over een predikant die weliswaar een hele afwijkende bijbelexegese gaf, maar niet dermate afweek dat ze hem konden vastzetten. Hij werd nooit van ketterij beschuldigd. Nee, maar hij werd wel door de gereformeerde kerk de toegang tot het avondmaal ontzegd. En preken mocht ook niet meer. Okay. En dat was voor hem vooral de toegang tot het avondmaal worden ontzegd. Maar wat wil dat heel concreet zeggen? Nou, daarin wordt, tijdens het avondmaal het maal. Iedereen zit aan in de gereformeerde kerk aan een grote tafel. En dat is wekelijks of dagelijks? Nee, dat is één keer in het jaar rond de Pasen. En dan symboliseert het brood het lichaam van Christus en de wijn het bloed van Christus. Ja. Het is een soort symbolische Maar een heel belangrijk ritueel. Ja.
waaraan je deelneemt als lidmaat van de kerk. En dan, hè, dat dus, is een sociale cohesie die wordt gecreëerd. Dus toch zeer schadelijk voor zijn reputatie. Ja. Maar de burgemeesters van Amsterdam, en daar zie je dat er dus een splijtswam zit. Hè, je had in die tijd burgemeesters. Die hebben wel ervoor gezorgd dat hij gewoon zijn salaris, zijn traktaat bleef doorbetaald. Okay. Dat werd gewoon doorbetaald. Dus er is een frictie geweest tussen, laten we zeggen, sympathisanten, die waren er ook nog wel binnen de publieke gereformeerde kerk, hoewel veruit in de minderheid. En laten we zeggen, de seculiere macht in de republiek, die stonden wat sympathieker tegenover hem. Want het was ook een, los van alle inhoudelijke discussies, het was ook een hele aimabele man. Mm-hmm. Wel een vreselijke eigenwijze man, maar wat ik zo tussen de regels door ervan begrepen heb, ook de mensen die bij hem ter kerke gingen, in het jargon, die waren allemaal erg over hem te spreken. Ja. Het was een harde werker, hij leefde mee met iedereen. Hij had ook een heel gelukkig huwelijk. Het schijnt een hele aimabele man te zijn geweest. Tweede huwelijk, want... Zijn tweede huwelijk, ja. Zijn eerste vrouw is jong gestorven. Ja, dat is ook iets vreselijk tragisch. Ook, ja. Dus vanaf 1660, hij trouwt rond 1660, ik weet even niet meer, ik dacht 1661, met Elske Walkens, zijn eerste vrouw. Nou, en dat is een vreselijk drama, want nou, na een jaar de eerste baby, een jongen, en die sterft al na een maand of twee, tweede baby, een jaar later ook. En dan de derde baby, een meisje, twee jongens, een meisje, overlijdt ook weer na een paar maanden. En dan als klap op de vuurpijl overlijdt ook zijn vrouw. In 1664 en zijn schoonvader. En in dezelfde periode. Ja, nou, dat moet echt vreselijk zijn geweest. Hè. Maar niet ongewoon in die tijd. Natuurlijk. Niet ongewoon in die tijd. Maar zo je hele gezin, dat was toch op zich natuurlijk ook wel een flinke klap in die tijd. Ja. We gaan zo dadelijk dieper in op de inhoudelijke aspecten van zijn denken en zijn boeken. Maar eerst even dit. Hij studeerde aan de universiteiten van Groningen en Franeker. Nu, Groningen, daar is nog altijd een universiteit, maar Franeker, dat zul je voor het meer zuidelijke publiek toch even moeten toelichten. Dat is nu een vrij kleine gemeente, ja, waar IJsinga, als ik me niet vergis, maar dat zit wel in de 18e eeuw, ja, leefde en zijn beroemde planetarium maakte. Ja. Ja. En misschien was daar toen nog een universiteit, dat weet ik niet. Nou, maar wat moeten we ons bij die universiteit voorstellen? Dat kan toch niet zoveel betekenen? Nou, kijk, qua omvang. Franeker had in de 17e eeuw een veel grotere status dan nu. Want nu is dat Franeker onbekend. Is nu een, ja, is nog wel een stad. Maar qua status, als je het vergelijkt met de ontwikkeling van andere grote steden in de Nederlanden, moet ik dan zeggen, dan is Franeker natuurlijk achtergebleven. En ik weet overigens niet uit mijn hoofd wanneer die universiteit is opgeheven. Maar je had bijvoorbeeld in de 17e eeuw ook nog een universiteit in Harderwijk. Mm-hmm. En dat is nu ook een klein stadje. Hè. Dus die universiteiten zijn op een bepaald moment opgehouden met te bestaan. Ja. Wegens gebrek aan studenten? Ja, omdat ik denk gewoon logistiek dat... omdat natuurlijk het transport verbeterde en mensen makkelijker konden reizen. Naar de grote steden. Dat ze op een gegeven moment het bij elkaar hebben gevoegd. En in Groningen is er universiteit gebleven. Er zullen wellicht ook politieke motieven een rol hebben gespeeld. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar bon, dus in zijn tijd was daar een universiteit en die betekende wat. En daar studeerde hij theologie. Ja. En talen. Maar vergeet ook vooral niet dat hij vreselijk geïnteresseerd was in wiskunde. Ja. En zich daar ook redelijk in heeft bekwaamd. Dat was onder de bezielende leiding van Bernardus Fulenius. Dat was trouwens ook een theoloog die heel goed was in de klassieke talen. En hij is getrouwd uiteindelijk met de dochter van deze Bernardus Fulenius, met vrouwtje Fulenius. Maar het is vooral ook die wiskunde en natuurlijk ook daarmee de sympathie voor het Cartesianisme. Laten we eerlijk zijn, Descartes was natuurlijk ook een halve wiskundige, als het niet een hele wiskundige was. Op de eerste plaats misschien. Ja, precies. Ja. Dus die wiskunde en dat idee dat je dus pas een uitspraak mag doen als je... Nou ja, dat je pas iets als waar mag beschouwen als je het ook zeker weet. En tot het naadje van de kous willen gaan, dat is wel heel kenmerkend ook geweest voor... Voor Becker. Hij schrijft dat ook, he. Wiskunde slaat op wis,
gewis, gewis, het zekere, zeker, het juiste, het correcte. Ja. Ja. En dat vindt hij belangrijk. Ja, dus ja. Het wiskundige, laten we zeggen, natuurkundige, de wiskundige, natuurkundige, in die tijd natuurfilosofische manier van redeneren, logisch redeneren, zoals we dat nu zouden zeggen, dat vond hij heel belangrijk. Dus met die logica in de hand, ja, als je dan die Bijbel gaat bestuderen, dan kom je voortdurend allerlei contradicties tegen, ja, natuurlijk. Nu, de wiskunde is natuurlijk gekoppeld aan Descartes. Descartes die trouwens jarenlang in Nederland heeft geleefd. Ja. Maar er is meer dan dat. Er is meer dan enkel de wiskunde. Descartes zorgde ook voor een ander wereldbeeld, zullen we maar zeggen. En misschien heeft dat nog meer Becker beïnvloed dan enkel die wiskundige invloed. Kun je daar wat over vertellen? Hoe Descartes het wereldbeeld heeft... Ja, wat zijn visie daarop was, hoe de kosmos in elkaar zat. Ja. Want er is daar duidelijk een invloed, daar komen we dan misschien nog toe, met hoe Becker dan gaat nadenken over de werking van de duivel en wonderverhalen enzovoort. Dat strookt ook niet met die fysica, moeten we het dan misschien noemen, van Descartes. Kun je dat toelichten? Of? Ja. Ja, nou ja, kijk, je had natuurlijk voor Descartes, althans, ja, voor Descartes, dat... Descartes was natuurlijk niet de enige. Hè? We noemen dat nu de wetenschappelijke revolutie. Of in de termen van de grote Dijksterhuis, de mechanisering van het wereldbeeld. Mm-hmm. Grote wetenschapshistoricus, ja. Dijksterhuis. Maar de mechanisering van het wereldbeeld. Nou, hè, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? En Descartes vormt daarin, in die mechanisering, een heel belangrijke denker. Kijk, Aristoteles... Laten we het even over de kosmologie van Aristoteles hebben. Dus bij Aristoteles is het zo, de aarde staat als een bewegingloos lichaam in het centrum van het heelal. Nou, dat kwam natuurlijk latere christelijke denkers goed uit, hè, de kerkvaders, Thomas van Aquino enzovoort. Want in de Bijbel staat tenslotte dat God... de mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen. De mens is het mooiste en de grootste en de belangrijkste schepping van God. Dus het zou wel vreemd zijn als de aarde, niet waar centraal, de mens woont, staan, niet in het centrum van het universum zou staan. Dus dat klopt binnen een Aristotelisch wereldbeeld. Vandaar ook dat, en dat komt ook overeen met wat er in de Bijbel staat, hè, dat de aarde stilstaat, dat de zon om de aarde heen draait. Oké, daar kan je ook verschillende interpretaties aan geven, omdat het allemaal wat wazig staat beschreven in de Bijbel. Maar om een lang verhaal kort te maken, het past beter, dat Aristotelische wereldbeeld, dat geocentrische wereldbeeld, bij wat er in de Bijbel staat. Nou komt Descartes, cum suis. Ik zeg cum suis. De meest belangrijke wellicht naast Descartes is natuurlijk Galilei. Hè, die beste man gaat met de eerste primitieve telescopen de maan en andere hemellichamen observeren. En komt ook aan de hand, dat weet je, de Tycho Brahe, Copernicus, noem ze Ptolemy. Die komt tot een andere conclusie. Die zegt, trouwens dat durft u toch niet eens zo hard op te zeggen. Hè? Galilei zelf kwam al tot de conclusie dat niet de zon om de aarde heen draaide, maar de aarde om de zon. Hij wist ook dat hij daarmee met de gedonden zou krijgen met de katholieke kerk. Dus hij heeft toen zijn beroemde dialoog geschreven, zijn dialogen, waarin hij een zekere Salviati laat zeggen, dat die verdedigt het standpunt dat niet de aarde het centrum van het universum is, maar de zon. Nou, dat levert op zich al een huisarrest op en pas, ik geloof, eind jaren 90 van de 20e eeuw... In 2000. In 2000, ik, ja. Dat weet jij beter dan ik. Zijn er excuses gekomen? Ja, ik bedoel, hoe gek we het krijgen. De kerk is geduldig en heeft tijd en ja, oké. Okay. Het denken heeft tijd nodig. Ja. Maar, nou, en nou, hoe heet het? Descartes, die dus zag dat Galilei huisarrest kreeg, was doodsbang om bijvoorbeeld Le Monde, hè, zijn boek over de kosmologie, daarin stelt Descartes ook dat de aarde niet meer het centrum is van het heelal, maar die heeft zo'n hele vortextheorie. Enfin, de wereld bestaat bij Descartes uit
louter materie in beweging. Er is geen sprake van een vacuüm, maar een plenum. Alles draait min of meer om elkaar heen. Dat geldt niet alleen voor de aarde, maar ook voor het hele universum. En de aarde is ook niet meer het centrum van het universum. Allemaal dingen, ook dat dualisme met die ziel, hebben we het net al over gehad, die niet goed te rijmen zijn met wat er in de Bijbel staat. Nou, en als je dan bij Dekker komt, die gaat dat soort, hè, die gaat dat cartesianisme overnemen. Hè, we hebben het nog niet eens gehad over het dualisme van lichaam en geest, hoe zich dat verhield tot het aristotelisme. Je weet, bij Aristoteles hebben we drie zielendelen. We hebben een vegetatieve ziel, een animistische ziel en een rationele ziel. Nou, ook weer lang verhaal kort, dat strookt beter met wat er in de Bijbel staat. Dan komt er ineens iemand die zegt, wacht even, dieren hebben helemaal geen ziel meer. De enige die nog een ziel heeft is de mens. Je hebt materie, daar bestaat alles uit op aarde. En je hebt geest. En het bestaat uit deeltjes allemaal. En het bestaat allemaal uit deeltjes. Een belangrijk aspect. Ja. Juist. En dan op grond daarvan gaat Dekker zeggen, kijk, spoken en geesten die bijvoorbeeld in dienst staan van Satan. Hoe stellen jullie je dat voor? Bij Descartes is het een probleem dat je niet kan stellen, hè, materie heeft invloed op materie. Dat werkt volgens de wet van de causaliteit. Alles wat gebeurt heeft een oorzaak. Dat wordt allemaal materieel veroorzaakt. Hoe kan dan een geest, dat is niet eens een materieel lichaam, ja? Dus hoe kan een geest iets veroorzaken in een mens? Een spook. Ja. Kan helemaal niet. Nee. Dus hij baseert zich op dat cartesianisme, ja, om dat bijgeloof, ja, te lijf te gaan. Er is één uitzondering, dat is de menselijke ziel, die volgens Descartes en dus ook wel volgens Becker dan, wel invloed kan hebben op, je zou kunnen zeggen, iets wat verder een soort automaat ook is, het menselijk lichaam, maar daar heeft die ziel wel een beetje een magisch mysterieuze rol. Maar verder is alles puur materieel, mechanisch, kozaal gedetermineerd. Ja, en, dat is heel belangrijk, alleen kan de mens met zijn eigen lichaam interacteren. Dus ik kan niet met mijn geest jouw geest, ja, ik kan je wel beïnvloeden, maar niet letterlijk met mijn geest jou bespoken in als jij aan het dromen bent. Je kan niet mijn arm opheffen door te denken, hef je arm op. Nee, ja, dat kan ik alleen maar met mijn eigen lichaam. Ja, wij zouden nu zeggen, telekinese bestaat niet. Precies. Ja. Dat extreme materialisme van Descartes leidde natuurlijk ook tot allerlei weer andere gekke ideeën. Je had bijvoorbeeld die wordt ook beschreven in mijn boek, die Kenelm Digby, dat was zo'n ridder in Engeland. En die beweerde dat materie zo met elkaar in contact kon staan op afstand, dat als je iemand met een zwaard stak, en die had een wond, en die woonde, laten we zeggen, 300 kilometer verder, als je dan op dat zwaard een zalf smeerde, dan zouden die materiedeeltjes toch op, nou, afijn, dus dat cartesianisme, spooky action at the distance. Was, so, ja, was ook niet helemaal wars van gekkigheid. Nee. Maar het punt is dus dat Becker dat cartesianisme probeert te verenigen. Of nee, ik moet het goed zeggen, dat Becker met dat cartesianisme een nieuwe bijbelinterpretatie acceptabel iets probeert te maken. Wat Descartes natuurlijk helemaal niet deed. Dus dat is iets specifiek voor Becker. Nu, we gaan daar zo dadelijk verder op in, maar eerst even ter illustratie van die hele nieuwe Cartesiaanse manier van denken. Ik denk toch dat het erbij aansluit. Vinden we in dat boek over kometen, hè, waar je al even naar verwees. Kometen werden, ik zal maar zeggen, traditioneel beschouwd als boodschappers van onheil. Nu waren er dus een aantal, begin jaren 80 van de 17e eeuw, als ik het goed heb, waren er een paar te zien in opvolgende jaren. Ja. En Becker beweert, dat is helemaal niet zo bijzonder, dat zijn hemellichamen die zich even vertonen. Ja, nou, dat heeft, en meer is dat niet. Ja, dat heeft alles te maken met dat cartesianisme, want hè, in een aristotelische kosmologie bestaat de aarde, wordt omringd door allerlei concentrische cirkels. En je hebt het ondermaanse en het bovenmaanse. En het bovenmaanse is eeuwig onveranderlijk en nou, er kan eigenlijk helemaal niets gebeuren.
Vandaar hè, het ontstaan en vergaan van materie kan alleen in het ondermaanse, dus in het wereldse. Vandaar dat binnen die theorie Aristoteles zei over kometen, luister, het zijn waarschijnlijk gassen die opstijgen. Het zijn ondermaanse fenomenen. Ondermaanse, ja. En ze komen tot ontbranding. En dat is wat we zien. Maar geen boodschappers van onheil. Dus dat soort onzin vind je niet bij Aristoteles natuurlijk. Maar die kerkvaders, die moeten toch iets ook met, laten we zeggen, wonderen en de boodschappen van God in de Bijbel. En er staat ook iets in de Bijbel hè, over bijvoorbeeld de regenboog. Dat een teken is van God. Het verbond met Noach. Dat hij de aarde nooit meer zal laten overstromen. En kometen worden ineens ook geïnterpreteerd als een boodschap van God. Daar ontstaat een zeker syncretisme met die astrologie. Hè? Een hele oude traditie die nog uit de klassieke oudheid, Mesopotamië. Hè? Dus het idee dat als je de hemel bestudeert, 's nachts de sterren, dat je uit die, dat is nog steeds in sommige kringen populair, dat die sterrenbeelden iets zeggen over wie je bent of wat er met je gebeurt. Ja. Nou, dat gaat een soort, laten we zeggen, onaangenaam huwelijk met elkaar aan, met wat er in de Bijbel staat. En daarvan zegt Dekker, vind ik overigens ook terecht natuurlijk, ja, dit is allemaal onzin. Dit is allemaal bijgeloof. Dat komt nog eens van de heidenen ook. Dus wij, christenen, hebben allerlei gekke theorieën van de heidenen overgenomen uit de astrologie. En daar past dat idee dat kometen een waarschuwing zijn van God helemaal in. Maar het zijn gewoon... Descartes gaf daar ook al een andere verklaring voor. Die paste binnen zijn dualistische kijk. Natuurkundige verschijnselen waar we nu nog geen afdoende verklaring voor hebben. Maar dat zal ooit wel komen, hè, zei Descartes ook. En we moeten niet denken dat dat iets is wat met een boodschap van God te maken heeft. Ja, dus ook Becker verwierp het onderscheid ondermaans, bovenmaans, als ik het goed heb. Ja, ja. Er is gewoon, hè, het universum bestaat uit materie en daarnaast heb je de wereld van de geest. En de wereld van de geest, dat is God. En alleen mensen hebben ook een geest en die zullen, als ze overlijden, zich verenigen met God. Dat was even kort gezegd de manier waarop Descartes daar tegenaan keek. Ja. En wij hebben een eeuwige ziel, zo gezegd, eeuwige rationele ziel. Ja. Nu, dat boek over kometen lijkt mij al zeer interessant, maar zijn hoofdwerk is natuurlijk De Betoverde Wereld. Jij wijst er terecht op in je inleiding dat een betere titel misschien zou geweest zijn De Bestrijding van de Betoverde Wereld, omdat De Betoverde Wereld is zeker een beetje misleidend, van je weet nog niet goed wat er dan komt. Maar misschien ook beter zou geweest zijn De Bestrijding van het Geloof in de Betoverde Wereld. Ja, denk dan ga jij me nog corrigeren ook. Maar ik denk dat dat de lading volledig dekt, nietwaar? Ja, hoewel het natuurlijk niet meer zo lekker klinkt. Nee, dat is wel, nu wordt het een beetje tastbaar. Ja, dat is waar. Nee, maar je hebt wel gelijk. Ja, je hebt wel gelijk. Nu, het is een heel omvangrijk boek. Dus de man was soms wel wat langdradig, laat ons zeggen. Ja, nou, dat heeft me wel een beetje opgebroken soms. Ja, het is een dominee, hè? Dus een predikant. Ja, ja. Dus hij kreeg altijd de tijd... Net zoals ik nou de hele tijd aan het kakelen ben. Hij kreeg altijd de tijd om... Juist, om allerlei uitweidingen te maken enzovoort. Ja. Ja, maar ik herinner mij dat Voltaire ergens schrijft toen hij dat las in vertaling. Franse vertaling van... die Becker, dat is een beetje, heeft wel gelijk. Of heeft een punt. Hij had misschien niet helemaal gelijk volgens Voltaire. Maar het is ook wel een beetje, wij zouden zeggen, een beetje een zaag. Hè. Dus, een oude hoer. Ja, een oude hoer. Ja, oké. Okay. Ja. Dus maar ik wou je vragen, jij hebt voor je selectie van de stukken, je hebt dat hele boek doorgeploeterd, neem ik aan. Ja, ik ken eigenlijk niemand die het van A tot Z gelezen heeft. Dus, ja, ik moest wel. Ik moet dat wel bewonderen. Ja, het was vreselijk. dat kun je niet menen. Het was niet vreselijk. Nee. Want hij heeft wel een scherp verstand. Maar het kon wel wat korter. Ja. Ja. Kijk, hij staat in dat opzicht haaks op Kurbach, waar ik die biografie over schreef. Die was heel taalbewust, heel erg to the point en lexicograaf. Ja. Nu, ik vind de selectie die je hebt gemaakt wel zeer vlot leesbaar, hè? Zeker in jouw vertalingen, zal ik het nu maar bijna noemen. Dat zijn toch bijna vertalingen of hertalingen. Nu, je legt ook wel ergens uit wat de criteria zijn die je gebruikt hebt om je selectie te maken. En dat vind ik toch interessant. Het is een beetje ingewikkeld, want je hebt meerdere criteria gebruikt.
Dus ik weet niet hoe je dit wil aanpakken om het ons even uit te leggen. Nou ja, het sluit aan bij waar we het net over hadden. Kijk, naar mijn overtuiging is het voor de hedendaagse lezer het meest interessant of het minst oninteressant, ja, maar net hoe je er tegenaan kijkt, om, ja, hè, wat was nou typisch aan Becker? Dat Cartesianisme. Dus ik heb een selectie gemaakt waarbij ik vooral, Cartesiaanse passages. Waar Descartes zijn denken in doorcijpelt. Waarin duidelijk wordt hoe hij zich door Descartes heeft laten inspireren. En ik vond het ook belangrijk dat, ja, het een beetje, misschien niet zo'n, een beetje sensatie is het woord dat je gebruikt. Misschien niet zo'n net criterium, maar er moet ook wel iets te lachen vallen. Dus ja. Ik heb ook de meest krankzinnige verhalen eruit geplukt om duidelijk te maken waar Becker mee te maken had en in wat voor krankzinnige tijd hij leefde. Ja, nou ja, we leven allemaal in krankzinnige tijden. Maar eigenlijk is dat het derde criterium dan voor een stuk ook al. Je wou met je selectie ook aangeven waar mensen in die tijd geloof aan hechten. Ja, precies. En zijn, laten we zeggen, dat vergeet ik nog te zeggen, zijn ook echt empiristische aanpakken. Dus ja. In de zin, als hij zich ergens in vastbeet in een verhaal wat hij had gehoord, dan wilde hij er ook alles van weten. Hij las alles erover. Hij, als het mogelijk was, wilde hij ook ooggetuigen horen en mee praten. En ging rechtbankverslagen lezen, verdiepte er zich in tot in het oneindige wel haast. Ja. En dat wilde ik ook duidelijk maken, dat Becker echt ook een goede onderzoeker, een wetenschappelijke instelling, goede onderzoeker of wetenschappelijke instelling had. Ik denk dat dat goed blijkt uit de voorbeelden die je hebt geselecteerd. We gaan er straks een aantal bespreken natuurlijk. Maar eerst nog even dit. Het lijkt alsof, op basis van wat je nu al hebt verteld, dat Becker bijna een soort vrijdenker is, een soort scepticus zouden we dat nu misschien noemen. Maar hij was tegelijkertijd natuurlijk zeer gelovig en toch ook wel zeer bijbelvast. Ja. Dus je hebt er al op gewezen, hij wil dat verzoenen. Hij neemt daar zo'n soort tussenpositie in. De Bijbel is en blijft toch het woord van God voor hem. Dus het is niet zo dat hij twijfelt aan die wonderverhalen, maar hij twijfelt niet aan het bestaan van God op zich. Hè. Dus het is geen Spinozist, hij volgt Kurbach daar niet. Nee. Hij bekritiseert trouwens ook Spinoza. Nou, hij is wel in die zin, kijk, dat is dat protestantisme. Hè. Dus dat protesteren, dat zit er ook bij Becker wel in. Dus door blijven graven, door blijven zoeken, die Bijbel blijven lezen, met als einddoel om toch tot God te komen. En dat heeft Kurbach zelfs ook nog, hoor. Ja, dus zelfs van Spinoza zou je dat nog kunnen zeggen. Ja, dus hij bestrijdt wat hij noemt bijgeloof, het geloof in duivel, heksen, wonderen, om het ware geloof uiteindelijk te redden. Het is niet dat hij mensen wil aanzetten tot kritisch denken, in een zekere zin natuurlijk wel, maar dat kritische denken staat niet op zichzelf, dat staat in functie van het ware geloof. In de verte, kijk, dat is een beetje wellicht een wat vergezochte metafoor, maar als je de reden als een soort eindpunt ziet, ze zeggen geloof ik tegenwoordig stip aan de horizon, maar dat vind ik iets vreselijks, maar de reden is een eindpunt waar je naar streeft en de reden wordt eigenlijk zowel door Becker als door Kurbach als door Spinoza, Meyer en al die andere radicalere interpreten, die reden wordt eigenlijk in de verte gezien als hetzelfde. De eeuwige waarheden, die worden geassocieerd met God. Want God is tenslotte de schepper van de eeuwige waarheden. Dus wie zich in de eeuwige waarheden verdiept, en waar vind je die eeuwige waarheden in de wiskunde, die is eigenlijk bezig met het verkennen van de gedachten van God. Dat zit er natuurlijk ook heel diep in bij Isaac Newton, hè? Om maar eens iemand zeker te noemen. Ja. Hè? Maar dus al die mensen, zelfs de radicalere mensen, uiteindelijk waren ze allemaal diepgelovig, zeg je nu. Ik vrees op hun manier. Ik vrees. Anders dan hun tijdgenoten. Daarmee ga ik heel erg in tegen Jonathan Israel, een bekend historicus, die hele dikke boeken heeft geschreven over Spinoza, over Radical Enlightenment. Maar ik denk altijd nog wel dat zelfs Spinoza, die schrijft dat ook letterlijk in een brief aan Klaas Oldenburg, die op dat moment bij de Royal Society zit in Engeland, dat hij nu eindelijk eens een keer
af wil van alle verdenkingen dat, dat hij een atheïst zou zijn. Ja, dan kan je wel zeggen, Spinoza die doet dat eigenlijk alleen maar, hij is wel echt atheïst, maar hij schrijft dat alleen maar om de verdenking, maar afijn, dat is een heel verhaal. Maar ik geloof dat dat pas, en dat komt ook door mijn onderzoek naar de receptie van Darwins gedachtegoed in de 19e eeuw. Ik denk dat rationalisten pas echt ongelovig kunnen worden op het moment dat er een verklaring is, een goede wetenschappelijke verklaring, voor het ontstaan van leven op aarde. Voor biologische aanpassingen in het juist bijzonder. En dat is wat Darwin gedaan heeft. Juist. Maar in de 17e eeuw hadden ze dat nog niet. Nee, het is iets wat David Hume zeer goed besefte. Die begon daarmee in zijn 18e eeuw. Dialogen over natuurlijke religie. Concerning natural religion. Precies. Ja. Maar, we wijken een beetje af hier. Sorry. Maar niettemin, maar toch, het is interessant denk ik. Neem je in de oudheid mensen als Lucretius, daarvoor Epicurus, Democritus, zouden we dat geen atheïsten kunnen noemen in de moderne zin van het woord? Ja. En dat hun atomisme beïnvloedde toch Descartes, die op zich natuurlijk wel een katholiek was, maar dat heeft dan toch weer invloed gehad op allerlei mensen nog voor Darwin. Enfin, ja. Een Dolbach bijvoorbeeld was toch een zuiver hoewel atheïst, neem ik aan. Ja, hoewel Theo Verbeek, inmiddels met een hoogleraar die met emeritaat is in Nederland, die heeft een dissertatie geschreven over Descartes-specialist, dacht ik. Ja, ook en over de lametrie. En, ja, bijvoorbeeld. Nou ja, goed, maar het is altijd het idee dat de lametrie niet geloofde in een ziel, maar als ik Verbeek mag geloven, is dat wel het geval. Dus dat is allemaal een beetje. Maar ik ben wel met je eens dat, kijk. Nou, laat ik het anders zeggen. De invloed van het christendom is echt vreselijk groot geweest natuurlijk in onze westerse cultuur tot op de dag van vandaag. En daar hebben de Grieken en de Romeinen, voordat dat christendom zijn intrede deed, die hadden daar, laten we zeggen, geen last van. Maar in hoeverre, ja, ik vind het altijd moeilijk om te bepalen in hoeverre nou mensen uit de oudheid echt atheïstisch in de moderne zin waren of niet, of hoe je dat precies kijk, moet. Zelfs Epicurus, of toch bij monden van later Lucretius, zegt de goden, eigenlijk die interesseren ons niet, die leven daar op die berg, dat zijn zo wat schimmige figuren, letterlijk. Ja, kun je dat dan een atheïst noemen? Ja, de conceptie van de christelijke of islamitisch of joodse god heeft er natuurlijk niks mee te maken. Nee. Het is niet monotheïstisch, maar het wordt op een gegeven moment een semantische discussie. Ja, je weet precies, niet precies. Het is toch duidelijk, hun opvatting van die epicuristen, van god of goden, is iets helemaal anders dan wat wij daar nu automatisch onder verstaan. Ja. Ze zijn niet volmaakt, verre van, niet almachtig, zeker niet al goed enzovoort. Ja. Het zijn schimmen. Dus, het woord God lijkt daar dan wel heel erg. Het zijn projecties van de menselijke geest natuurlijk, zoals we dat nu interpreteren. Dus eigenlijk kun je die mensen toch gerust atheïsten noemen. Hè? Eigenlijk wel, ja. Maar goed, onder invloed van het christendom vervaagt dat, kun je zeggen. Er is de herontdekking van die Rerum Natura van Lucretius, zou daar ook wel wat verandering in hebben gebracht. Hè? Je kent misschien dat boek. De zwenking van Greenblatt illustreert dat wel mooi. Nou, dat ken ik niet. Ja, maar dat heeft misschien ook wel invloed gehad op dit hele verhaal, hoor. Via Descartes dan. Maar goed, kijk, even heel concreet terug naar de betoverde wereld van Becker. Die spoken waar hij zich tegen verzet, dat geloof in de duivel, toverij. Hoe moeten we ons dat concreet voorstellen? Wat geloofden mensen toen, met een paar voorbeeldjes misschien, waarvan hij dus zegt, mensen denken nu toch eens na. Ja, kijk, in het boek komen natuurlijk voorbeelden voor. Een van de meest, ook wel tragische voorbeelden vind ik, is dat gedoe in kampen, een jongen die daar ineens beweert spelden en naalden te kunnen plassen. Het is misschien een mooi voorbeeld om met die even te... Hoe krankzinnig wil je het hebben? Iemand, een jongen van een jaar of 15, 16, beweert ineens dat hij spelden en spijkers kan plassen. En hij vangt die ook op in een potje. En die vangt hij ook op en dat gaat gepaard met vreselijke pijnen. En die maakt daar een hele komedie van. We zouden nu zeggen een soort kermisvoorstelling. En gewoon volwassen mensen, volledig bij hun verstand, die geloven dat. Terwijl
Ja. En dat komt dus tragisch, omdat die jongen die beweert dan dat een groentevrouw, hè, iemand die op de markt groente verkoopt, een vrouw, die zou dus hem hebben betoverd. Behekst, en dat in opdracht van de duivel. Ja. En die vrouw, die is ternauwernood aan de dood ontsnapt. Die is op een gegeven moment door mensen in de stad belaagd en ontzet door de schout en dienaren. Ze hebben die arme vrouw nog uit die menigte kunnen plukken. Dus Becker doet heel dat verhaal uit de boeken, voor alle duidelijkheid. Ja. En die laat zien hoe krankzinnig dat is en hoe men zichzelf aan het bedotten is en hoe de massa ook goed gelovig is en bereid is om tot het uiterste te gaan. En soms zelfs ook de stedelijke overheid. Hè. Voor de goede orde, godzijdank zou ik haast zeggen, in de Republiek was het inmiddels al zover. Hè. Ik geloof dat uit mijn hoofd, Hans de Waard heeft daar een prachtige dissertatie over geschreven, over het geloof in spoken enzovoort in de Republiek. In 1608 is de laatste veroordeling geweest voor hekserij. En in 1614 of zoiets is er nog één proces geweest, maar er is niets meer uit voortgekomen. En daarna was het in de Republiek voorbij. Met de officiële vervolging van heksen, spoken en mensen die waarvan men dacht dat ze dan door de duivel bezeten waren. Ja. Ik onderbreek je, Steje Hofgeus, als je dat wat zegt, is een onderzoeker die een mooi doctoraat recent geschreven heeft over de heksenvervolging. En, een must read. Nu denk ik dat doctoraat. Dit even terzijde. Maar dus, wat Becker daar eigenlijk doet, is wat een moderne scepticus zou doen. Ja. Ja, je hoort daar een verhaal wat toch zeer bizar klinkt. En wat hij dan eigenlijk doet, keer op keer, viel mij op. Dat begrip werd allicht toen niet zo gebruikt, maar wij zouden nu zeggen, is het scheermes van Occam toepassen. Ja. En je weet wat ik bedoel. Ja. Als je een eenvoudige verklaring hebt, dan is dat de meer voor de hand liggende, waarschijnlijk de meer juiste, dan een ingewikkelde verklaring. Dus in dat verhaal van die jongen met die spijkers, de kans dat hij de boel bedot, dat hij die spijkers met een trucje zelf in dat potje legt en dan toneel speelt, dat het pijn doet als hij plast enzovoort. Dit alles, hoewel het ook niet zo geweldig waarschijnlijk klinkt, want welk kind doet dat nu? Maar niettemin is dit meer waarschijnlijk dan dat die zo behekst zijn en betoverd zijn enzovoort enzoverder. Dat is de toepassing van het scheermes van Occam. Als er een eenvoudige verklaring is, ga dan voor die. Dat is eigenlijk wat hij keer op keer doet in vele van de verhalen die hij heeft geselecteerd. Maar hij kan dat doen omdat hij dus niet uitgaat van het idee, met een duur woord, van de vooronderstelling dat de duivel macht heeft op aarde en invloed kan uitoefenen op sommige mensen. De moderne scepticus redeneert natuurlijk anders, maar de analyse komt toch telkens op hetzelfde neer. Maar kijk, je kan pas dus loskomen van die, laat ik het anders zeggen, je kan pas die sceptische houding, dat scheermes van Occam gaan hanteren, als je dus loskomt van die overtuiging dat de duivel macht heeft. Als je ervan overtuigd bent dat de duivel macht heeft, dan, then you will jump to conclusions. Dan ben je eerder bereid en geneigd om dat soort rare dingen te gaan denken. Ja. En dat is natuurlijk waarom Becker dat bestreedt. Dat bijgeloof, dat wil zeggen dat geloof in die krankzinnige vooronderstellingen, dat die macht er was. Want ik geloof dat hij dacht dat, hij beschouwde het ook als ketterij, hè? Ja, dus dat is nog niet aan bod gekomen. Ja. Het is voor hem onchristelijk om aan de duivel te veel macht juist toe te kennen. Ja. En daar heeft hij een punt. Ja. Het lijkt behaast manicheïsme als je dus ook in de macht van de duivel gelooft. Want dat doet tenslotte, dat is een oud theodicee probleem. Leibniz had het er ook al over, hoe kan het kwaad bestaan enzovoort in een wereld die door een almachtige, algoede God is geschapen. Nou, dat is precies hetzelfde probleem. En dat zit bij Becker er natuurlijk ook diep in. Hij beschouwt mensen die geloven in de macht van de duivel als, eigenlijk als ketters. Strikt geredeneerd. Hij durft het niet zo hard op te zeggen, maar in sommige passages kan je dat terugvinden. Dat hij kaatst wel de bal terug aan zijn collega's. Dan zegt hij, wie is hier nu eigenlijk ongelovig? Jullie geloven in een machtig kwaad. En ik geloof daar niet in, want voor mij is God almachtig. Ja, vandaar ook dat hij toch wel vaak sneert naar het katholieke denken. Zeker, de papsen, de roomsen en sommige van zijn collega's. Ja.
Omdat hij dus vindt, ja, dat is niet het ware geloof. En het argument daar is niet een Lutheraans of een... Maar het is wel een zuiveringsmanoeuvre, snap je? Dus het geloof moet gezuiverd worden. God, extreem monotheïsme. Zo zou je het ook kunnen bestempelen. Ja. En dat moest hij dan met de Bijbel accorderen. Ja, wat dat niet was evident was. Geen eenvoudige klus. Vandaar dat hij er zoveel... pagina's nodig had. Maar in de uitwerking en in de illustraties klinkt hij vaak wel erg modern. Hè? Als je even dus vergeet wat zijn uiteindelijke hoofddoel was, het ware geloof, christelijk geloof zuiver houden, dan klinkt hij wel vaak zeer modern. Ik geef een voorbeeldje. Er is dat toch wel mooie verhaal ook van die man die dacht dat iemand aan de overkant van de rivier hem te woord stond toen hij vroeg, kan ik door het water waden of is het te diep? En hij krijgt een antwoord, maar hij betrouwt het niet, want het antwoord stelt hem gerust. Maar hij beseft, dat klopt niet, want dat ziet er toch wel een woelig water uit, ik ga misschien meegesleurd worden. Maar de antwoorden die hij krijgt zijn eigenlijk, verzekeren hem, ja, je kan er wel overheen. Die man denkt dan zelf, het is de duivel die mij daar van de overkant van de rivier te woord staat. Terwijl Becker, en ik ga het jou laten uitleggen, terwijl Becker een scheermes van Occam-achtige benadering geeft. Ja, hij, hoe heet het? Ik weet niet. Het is een echo die hij te horen krijgt. Ja. En dan geeft hij zelfs een voorbeeld, als ik me goed herinner, van die plek daar ergens in Sicilië. Een grot van Dionysos. Ja, precies. Ja. Daar ben ik trouwens wel eens geweest. Kijk eens, dus dat is toch een heel moderne benadering. Ja. Een psycholoog nu zou wijzen, en dat doet hij zelf ook, maar hij had natuurlijk niet de huidige psychologische kennis van hoe de zintuigen ons kunnen bedriegen. Daar is hij ook wel, tuk op om dat goed uit te leggen. Ja. En hij wil ook eigenlijk wel die Cartesiaanse theorie wat verder praktisch uitleggen, hè? Ja. Want er komen natuurlijk ook voorbeelden in voor van hoe je met doven om kan gaan. Hij refereert ook naar een boekje, de Surdus Loquens, van iemand die een eerste boekje voor doven heeft geschreven. En hij heeft het, wat ook natuurlijk een krankzinnig verhaal is, over die bezeten papegaai. Dat vind ik een hele mooie. Ja, nou ja, goed, daar geeft hij ook een natuurlijke verklaring voor. Ja, kijk, we moeten een paar van die verhalen toch nog even toelichten. Ja. Neem nu dat van de papegaai, de sprekende papegaai. Ja, hoe heet het? Het is wellicht bekend, maar Maurits... Nee, ik had het nog niet gehoord. Hoe heet het? Maurits, de stadhouder, die gaat op een gegeven moment naar Brazilië. In Brazilië speelt het zich af. Ja, in Brazilië speelt het zich af. En ja, dat is wellicht een beetje een dubieus verhaal in het licht van de geschiedenis van het kolonialisme. Maar dit past dus helemaal in de geschiedenis van het kolonialisme. Dus die zitten daar in wat nu Brazilië heet, in Zuid-Amerika. Worden trouwens ook prachtige dingen, gebeuren er ook, hoor. Willem Post maakt daar prachtige tekeningen, maar fijn. Er is, het schijnt dat hij daar kennis maakt, Maurits, met een papegaai. En die papegaai kan converseren met mensen. En kan ook voorspellingen doen. En ik weet wat die papegaai allemaal wel niet kan. En dan, in het Braziliaans. In het Braziliaans. Maar hij kan blijkbaar dus ook Nederlands verstaan. Maar daar klopt dus eigenlijk helemaal niets van. En dan gaat terwijl dus Maurits geen Portugees of Braziliaans kende. Ja. Nou, en Becker gaat uitleggen dat, papegaaien wel vogels zijn die, laten we zeggen, menselijke spraak kunnen nabootsen, maar toch niet zelf kunnen nadenken. En dan gaat hij ook even een verklaring voor geven waarom Maurits Kumsuis, ook de hovelingen die daarbij aanwezig zijn, wellicht bedrogen worden. Hij legt gewoon uit dat er een goede, natuurlijke verklaring voor is. En dat mensen dus, en dat is het krankzinnige aan dit verhaal, er was dus ook een theoloog bij en die ging er ook vanuit dat die papegaai bezeten was. Ja. Dus dat hij die gave had om met mensen te kunnen converseren. Omdat hij die papegaai had, die macht gekregen van de duivel. Nou, en zo rol je van het een in het ander. Papegaaien zijn slechte wezens en gevaarlijk.
En zo gaat dat bijgeloof natuurlijk een eigen leven leiden. Terwijl hij heeft opnieuw, we zouden nu zeggen, een natuurlijke, eenvoudige verklaring. Nu, hij werd ook wel bij dit alles, denk ik, gedreven door voor hem onaanvaardbaar onrecht. Hè? Want er werden nog steeds mensen gefolterd en zelfs levend verbrand in zijn tijd. En in dat wist hij ook. Landen. Ja, dus hij had ook wel een gevoel voor rechtvaardigheid. Hè? Ja. Dus het is niet alleen... Hoewel, ik moet eerlijk zeggen, als je dus de Betoverde Wereld leest... Dat het daar minder in zit. Ja, die morele kant van het verhaal. Af en toe is die natuurlijk wel verontwaardigd. Wel, mensen die ten onrechte beschuldigd worden. Die Grandier, hè, dat is zo'n priester in Loudon, die dan beweert dat... daarvan wordt beweerd door een aantal... hoe heet het? Zusters in een klooster. Dat zij door die priester... bezeten zijn. Die priester staat onder invloed van de duivel. Nou... In dat verhaal toont bijvoorbeeld Becker wel zijn compassie voor het lot van die Grandier. Want die arme man die wordt gewoon op de brandstapel gezet. Hè? Je verzint het niet. Hè? Ja. In de jaren 30 in Loudun in Zuid-Frankrijk. En dan zie je wel dat Becker daar verontwaardigd over is. Ja. Maar om nou te zeggen dat zijn initiële drive is om dat boek te schrijven. Nee, het gaat vooral bij hem om... Het geloof, het ware geloof, de zuivering van het ware geloof in een Cartesiaans perspectief. Ja. Er is dus dat Cartesiaans perspectief. Er is zijn visie op hoe je de Bijbel moet lezen. Er is ook het inzicht, dat haalde hij bij mensen als Galilei allicht, of Beekman, Huygens. Ik weet niet in hoeverre hij daarmee vertrouwd was met die mensen hun werk. Maar dat de wetenschap of wiskunde, dat vloeide voor hem misschien in elkaar over... ook allerlei angstaanjagende natuurlijke fenomenen kan nabootsen. De regenboog bijvoorbeeld, hij wist dat wat Newton in zijn optics natuurlijk duidelijk maakt, als je licht door een prisma stuurt, dan krijg je de kleuren van de regenboog, krijg je het spectrum. Dus als het zo simpel kan, dan hoef je niks bovennatuurlijk mee te associëren. De donder kan nagebootst worden, de wind enzovoort. Ook dat is een invalshoek voor hem. Ja. En hij, te pas en te onpas, geeft hij dus waar mogelijk natuurlijke verklaringen voor verschijnselen die in eerste instantie op een soort van wonderlijk iets lijken. Dus overal is naar de overtuiging van Becker ook een, laten we zeggen, mechanische verklaring voor. In dat opzicht is het echt een radicale Cartesiaan. Niets geschiet zonder... een oorzaak. Dus je hebt een dan materiële oorzaak. Ja, je hebt dan geen bovennatuurlijke verklaring meer nodig. Nee. En het neemt ook de angst weg. Ja. Ik denk dat dat ook een neveneffect is waar hij op aan En dat werd hem vooral kwalijk genomen door, hoewel ze het niet zo in die termen formuleerden, zijn collega-predikanten. Maar als je natuurlijk de angst wegneemt, dan kan je ook geen sociale controle meer uitoefenen over je lidmaten. Dat de kans op manipulatie natuurlijk. Soms vind ik, in jouw selectietalk zitten er ook wel erg grappige verhalen, waar hij blijkbaar geloof aan hecht, maar die ik dan weer wat twijfelachtig vind. Bijvoorbeeld dat van die man... Met die Digby of zo, die ridder, met die zalf, met dat zwaard. Dat is, dat ja, dat dus bijvoorbeeld, in. Maar die man die een andere man verving, en dan maanden of een hele lange periode bij die zijn vrouw introk en deed alsof hij haar man was. En die vrouw geloofde dat blijkbaar. Ja. Dat vind ik een beetje vergezocht. Ja, dus er zijn allerlei verhalen van, dat heet imposters noemen we dat nu. Ja. De koning Sebastiaan van Portugal precies. Bijvoorbeeld, komt ook ter sprake. Ja. Dus er zijn reële verhalen van mensen die zich voordoen als iemand anders. En they get away with it. Maar dat iemands vrouw niet zou doorhebben van dit is niet mijn man, dat leek mij wat bizar. Moet ik mij ook. Ja. Ja, maar kijk, daarin zie je toch dat die grens tussen geloof, bijgeloof, ongeloof, skepsis. Kijk, we gebruiken daar termen voor, maar dat is natuurlijk een spectrum. En ergens zitten we allemaal in dat spectrum op een bepaalde positie afhankelijk van over wat voor onderwerp het gaat. Ja. En ik ben het helemaal met je eens dat Becker op bepaalde momenten ook zelf niet geloofwaardig overkomt. Maar
ja, dat komt ook weer omdat het natuurlijk toch... Tuurlijk. Wij zijn atheïst. Je kunt het dan niet kwalijk man, nemen. En we zijn 21ste eeuwers. Ja, en ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat... eerlijk, ik kan het er ook oneerlijk bij zeggen. Want het is onzinnig wat ik nu zeg. Maar ik geloof wel... Kijk, hij was de goede trouw. Hij was principieel. Hij deed zijn best in zijn tijd. En hij was wellicht... moderner in zijn tijd dan ik nu in mijn tijd ben. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik snap je. Dus ik heb best wel ook bewondering voor die man. En hij was niet te beroerd om zijn nek uit te steken, want het betekende ook wel wat. En daarom heb ik er ook graag aandacht aan besteed. Dat geldt natuurlijk ook voor Kurbach, heb ik ook bewondering voor. Maar hij was dan wellicht minder radicaal, maar had veel meer te verliezen dan Kurbach. Ja. Kijk, Kurbach was financieel onafhankelijk en die schreeuwde af en toe wat. Die had ook op een gegeven moment veel te verliezen natuurlijk, op het eind, toen die extreem radicaliseerde. Maar Becker, die vanuit een bescheiden positie zich opwerkte in die publieke gereformeerde kerk, vooraanstaand predikant wordt en dat allemaal op het spel zet. Ja. Kurbach was natuurlijk nog een pak jonger, dus hij riskeerde de rest van zijn leven, zou je kunnen zeggen. Ja. Becker beschouwt zichzelf al als een oudere man, toen hij De Betoverde Wereld schreef. Jawel, hij wat was toen zeker al in, achter in de 50. In die tijd was, hè. Je was dan op vrij oud. Ja, als je achter in de 50 was, dan liep je al met een stok. Was je al op leeftijd, hè. Kunnen we, dit lijkt mij heel moeilijk, maar kunnen we inschatten wat zijn invloed was? Dus heb je bijvoorbeeld ergens een getuigenis van iemand die zegt, ik geloofde in al die zaken, maar door het lezen van Becker, die heeft mij ervan afgeholpen. Zoals je dat nu soms wel hebt, hè? Mensen die in iets, stel in een complottheorie of zo geloven nu, en je leest een boek van een criticus en dan haalt hij jou daar vanaf, van dat geloof. Hebben we dat soort verhalen over Becker zijn boek? Want het was een bestseller. Zeker, hè? Dus hij moet toch ergens invloed gehad hebben. Kijk, in hoeverre die pamflettenoorlog in de Republiek, hè, dus direct na de publicatie... Ja, moet je even toelichten nog. Nou ja, er is dus... er waren ook mensen die Becker verdedigden. Ja. Die waren veruit in de minderheid, maar die waren er ook. De meesten die vielen dus over hem heen en schreven daar, dat heette in die tijd pamfletten, dus laten we zeggen korte essays over. Dat werd dan verspreid, niet door heel de Republiek, maar bijvoorbeeld in bepaalde steden liepen mensen te hoop. Maar ook geleerde theologen die gingen hele dikke boeken schrijven tegen Becker. Nou, dat heette de pamflettenoorlog die toen is ontstaan. Vandaar ook dat het als een van de meest geruchtmakende bestsellers uit de 17e eeuw, is het zo bestempeld. Maar ik wil vooral toch met nadruk zeggen dat Becker, als het om invloed gaat, enorm veel invloed heeft gehad in die Duitsstalige landen. Ja. In de loop van de 18e eeuw. Want daar was het nog steeds... Waar de heksenvervolgingen doorgingen. Ja, waar de heksenvervolgingen doorgingen. En daar heeft hij, een enorme invloed gehad. Want je ziet ook dat veel Duitsstalige auteurs naar Becker verwijzen. Toch. En in dat publieke debat onder intellectuelen, theologen enzovoort, wordt Becker heel veel aangehaald. En daar zie je dan ook weer, wat in een breder verband, de invloed van wat we de vroege verlichting in de Republiek zijn gaan noemen. Hè? Dus in Nederland, in de Republiek in de 17e eeuw, dit klinkt een beetje nationalistisch, maar is die vroege verlichting ook wel ontstaan met een aantal van die denkers. Dus er zijn de revue al gepasseerd, dus Descartes, Spinoza met name en Meyer en Kurbach. Maar Becker behoort dan officieel tot de gematigde verlichting. Maar die heeft dus in die Duitsstalige landen waar die heksenvervolgingen nog steeds plaatsvonden wel invloed gehad. Het heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat ze daar ook mee gestopt zijn. Mede toegeleid. Het is natuurlijk altijd moeilijk om zijn aandeel daarin te bepalen. Juist, maar toch, het is niet noodzakelijk hyperbolisch om te zeggen dat hij levens gered heeft. Zeker. Nee, dat kan je absoluut wel zeggen. Ja. En dan kan je er eindeloos over blijven discussiëren hoeveel. Maar ik bedoel, hij heeft de publieke opinie heel sterk beïnvloed in die Duitsstalige landen. En wellicht heeft hij dat zelf niet zo bedoeld, want het is allemaal na zijn leven gebeurd. Maar het is toch maar mooi gebeurd. Ja. Nu, tot op de dag van vandaag natuurlijk geloven mensen in, laat ons zeggen, merkwaardige zaken, nietwaar? Pseudowetenschappen, complottheorieën.
Het paranormale, ook het spokengeloof, geestesgeloof is zeker nog niet verdwenen. Ook zelfs niet in onze tijd. Houdt jou dat bezig of zeg je, ja, ik ben een historicus, ik hoef mij niet te moeien met de moderne... Of werd je voor een stukje toch meegedreven bij je werk nu over het werk van Becker en het klaarmaken van dit boek, vanuit het idee, ja, dit heeft toch nog een relevantie, nog altijd vandaag de dag? Nou ja, toen ik eraan begon, had ik daar helemaal geen... dacht ik daar helemaal niet aan. Nee. Maar pas later realiseerde ik mij dat er eigenlijk ook wel in zit. Dus absoluut, pas, ik, toen ja. ik het, pas toen de eerste besprekingen kwamen, ook in Nederland, in de krant, toen wezen anderen mij erop dat hier een verband kon worden aangetoond tussen het bijgeloof in de 17e eeuw en de populariteit van complottheorieën nu. Dus anderen hebben mij er eigenlijk op gewezen dat die overeenkomst er is. Kijk, en ik kan alleen maar beamen dat die er is. Ja, het is ergens ver gezocht, maar je zal mij begrijpen. Kijk, mensen die bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode geloofden dat als je gevaccineerd wordt, dat men dan een soort nanochip in je binnenbrengt. En dan kunnen we met het 5G-netwerk jou tracken en volgen. En Bill Gates zit daarachter. Ik kan mij zo voorstellen, Becker zou daar misschien hartelijk om gelachen hebben en zou dat in zijn boek hebben ingewerkt, dat soort overtuigingen. Ja. Dat is zodanig overigens absurd. Ik heb laatst ook nog, want ik heb regelmatig via die chip dus contact met Bill Gates. Maar dat even terzijde. Ja. Maar ja. Nee, Becker zou me uitgelachen hebben. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, maar dit is dus, natuurlijk dus is typisch in zo'n ding. Ja, het mij viel toch de frisheid ergens op. Hè? Als ja. Je... Nou ja, de actualiteit heeft natuurlijk een tragische kant. Want het is wel tragisch dat het nog steeds actueel is. Ja, maar laat ons zeggen, misschien wel veel minder. Hoewel we dat moeilijk kunnen inschatten. Ik weet het niet. Ja, 50% van de Amerikanen gelooft nog steeds dat de aarde 6000 jaar oud is, geloof ik. Of ik overdrijf ja, enigszins. 40, ja, ongeveer iets. Maar volgens een laatste Gallup poll, ja, ik bedoel... Wel, ja. Wat ik me natuurlijk, ja, nou ja, dan ben ik misschien een beetje filosoof, maar ik vraag me ook altijd af, en dan over evolutie, dit moet een bepaalde evolutionaire functie hebben, die bijgelovigheid. Ik heb er wel eens ook over na, maar er zijn ook natuurlijk honderden verklaringen ja, voor. Ja, het kan een neveneffect zijn ook, hè? Ja, maar goed, je hebt binnen een bepaalde populatie, we hebben nu Homo sapiens voor ogen, heb je dus, je kent dat, de statistieke normaalverdeling, en het is voor de overleving aardig als de variatie is, niet alleen in fysiologie, maar ook in gedrag. Dus het is misschien handig voor een populatie als sommige mensen bereid zijn om een hypothese aan te hangen, en nu even wetenschappelijk, die nog niet bewezen is. Ja. Maar er zijn er ook een hoop, die schieten daar wellicht in door. Dus die zijn geneigd om heel snel iets te geloven. Maar misschien heeft dat ook een sociale functie. Het klinkt niet slecht, maar het geeft een beetje een kleur van groepsselectionisme wat je nu naar voren brengt. Ja, wat vanuit evolutionair of evolutiebiologisch oogpunt discutabel. Discutabel is. Kijk, daar zullen we eens op een ander moment... Maar we zijn het erover eens. Je kunt Becker nu lezen als een serum tegen of een vaccin tegen hedendaagse vormen van bijgeloof in de ruime zin van het woord. Hij blijft relevant. Ja. Niet louter een 17e eeuwse interessante historische man, maar die verder niks betekent voor onze tijd. Nou ja, de kern van zijn boodschap blijft, en dat geldt voor alle eeuwen en alle tijden, wees kritisch. Denk zelf na, het zit natuurlijk in heel de verlichting, Kant zei het ook al, hè? Maak gebruik van je eigen verstand. Maar dat is 100 jaar na Becker. Ja, ja. Dus, geen autoriteitsargumenten aannemen, laat je leiden door de wetten van de logica. Ja. En zelfs als je dat doet, dan vergis je je nog vaak genoeg. Dus, inderdaad. Dus ja. Juist. Bart Leeuwenburg, ik dank u zeer voor uw komst. Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. Naar deze studio. En om uw mooie nieuwe boek aan ons toe te lichten. Ik denk het is dat, ook een mooi stripboek, hè? Al die plaatjes. Het is heel mooi, ja. Ik denk dat Balthazar Becker voor veel mensen een ontdekking is, want hij was beroemd, berucht in zijn tijd, maar nu is hij dat veel minder. Maar het is mooi dat hij nu toch opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. Mag ik jou tot slot vragen of je nog een stukje wil voorlezen uit je boek? Ja,
Dat zal ik zeker doen. Horen we Becker zelf aan het woord of is het uit je inleiding? Becker zelf. Becker zelf, oké. Uit het hoofdstuk Wat de duivel zo al niet vermag. Ik citeer. Ik begin met een werk dat ik al gedurende geruime tijd, dit is dus de betoverde wereld, dat ik al gedurende geruime tijd had beloofd te gaan doen en nog langer heb overwogen, maar waar nu de tijd rijp voor is, hoewel ik er nog steeds mijn bedenkingen bij heb. Verscheidene gesprekken met mensen die mij stof tot nadenken gaven, argumenten die ik uitwisselde met geleerde lieden, tezamen met mijn eigen gedachten daarover doen mij steeds vaker twijfelen of het wel waar is dat bepaalde gebeurtenissen waarover zowel geletterden als leken spreken, aan de duivel toegeschreven moeten worden. Echter, als ik mij niet had toegelegd op een serieuze beschouwing van dit onderwerp, dan was ik er niet achter gekomen dat misschien wel de meeste denkbeelden van iedereen, ook van geleerden, op zeer twijfelachtige vooronderstellingen berusten. Dit inzicht motiveerde mij tot een objectief onderzoek naar allerlei zaken waarmee ik deels bij de uitoefening van mijn beroep, deels in de dagelijkse omgang met mensen, werd geconfronteerd. En eenmaal aan het werk voelde ik mij verplicht mijn geweten te volgen. Na mijn grondige onderzoek voelde ik mij genoodzaakt een groot aantal verklaringen waar ik op grond van de communis opinio en op grond van ondeugdelijke redenen eerst nog in geloofde te verwerpen. En nu weet ik dus veel minder dan ik eerder geloofde. Dat is mij nooit zo vaak overkomen als bij het onderwerp waarover ik nu schrijf. Ik ben er hier niet op uit om andere auteurs de les te lezen of hun geschriften nutteloos te maken, maar ik wil mijn overtuigingen bij de hunne voegen om de waarheidlievende lezer nog meer in detail te informeren. Dank u wel. Geen dank.